Hallo, goor klein wormbeest. Ga eens heel snel weg. Hup, vlug wegwezen. Heb ik iets verkeerds gezegd? De eerste mens is al gevangen. Nu gaan we de rest grijpen. Ha, ha, ha. Chef, ik heb mijn haar gedaan en ik ben... Wow, wat is dat voor een coole camera? Hallo, kleine mensenman. Wat heeft u ineens grote vreemde ogen? En wat is dat voor raar groot snotje? Oké, ik ga maar weer eens. Dus ik heb alle wormmedailles door de play gespoeld. Jongens, er is iets helemaal mis. Nogal, ja. We zien eruit als een nerdosaurussen. Nee, ik bedoel chef. Hij lijkt wel... Kleine mensen, het is nu tijd voor het fotomoment. Ik eerst. Dan ben ik er maar vanaf. Voorzichtig, hè? Oké, daar gaat hij dan. Zeg met een grote lach, wereldheerschappij. Het zal wel. Ja. Ja. Duncan? Gaat alles wel goed? Ja, het gaat zelfs buiten gewoon goed. Hebben jullie dat gezien? Duncan had een snotje, net zoals Jeff. De volgende kleine mens. Mijn haren zitten perfect. Gaat het heel lang duren? Deze blik noem ik de gesmeerde bliksem. Jongens, is het jullie opgevallen hoe vreemd iedereen doet? Ja, echt. Moet je Cody zien? Ik ben een kleine theepot, warm en rond. Nee, Cody doet altijd zo. Klopt, maar ik had het juist over die andere. Ja. 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 Dat is vreemd, ja. Bijna net zo vreemd als de handdruk van Duncan en Lashana. Wow, dat zijn pas echt snotklodders met talent. Ik geloof dat ik een beetje jaloers ben. Ik weet al wat het is. Wacht even. Ik heb hierover gelezen in een stripboek. Het eenhoornafspraakje? Oeps. Ik bedoelde deze. De invasie van de breingraaiers. Aliens vallen de aarde binnen en nemen bezit van ons brein en lichaam alsof we een attractie zijn. Attracties zijn zo leuk. Nee, daar gaat het niet om. Oh, Harold. Dat is toch gewoon een suf stripboek? Die zijn niet echt. Net zoals tekenfilms. Nee, daar gaat het niet om! Nu zegt hij precies hetzelfde als over mijn attracties. Aliens nemen de wereld over en ze beginnen met ons. Dit is juist hartstikke echt. Harold, tijd voor je foto. Kom, ga nou maar, Harold. Je moet die aliens niet zo laten wachten. Ja, schiet op voor ze ons brein opeten. Oeh, ons brein opeten. Ze mogen een foto maken, maar mijn brein krijgen ze niet te pakken. Het wordt hoog tijd voor een afleidingsmanoeuvre. Wat zit er op je gezicht? Dit moet ik van mama op, omdat ik een zacht hoofd heb. Maar ik wil juist je beeldschone neusgaten zien. Een lasmasker? Dat flitslicht is echt onwijs fel. Veiligheid voorop. Wasknijpers zijn een grote trend op dit moment. Echt iedereen draagt ze, hè? Niet vandaag. Kijk eens, je mag deze wel op. Oh, wat fijn. Nu hoeven we helemaal geen foto meer te maken. Doe maar, schenk me leeg. Oh, coole helm. Hallo, ik ben Cody.